Hoi allemaal, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. En welkom als je nieuw bent en welkom terug als je altijd mijn video's bekijkt. Ik heb weer een leuke video. Je kan het al in de vorige video aangekondigd dat ik de nieuwe collectie ga uitproberen van Catrice Joker. Dat is dus deze collectie. En ik kan je zeggen dat ik er heel veel zin in heb. Ik ben super benieuwd wat het pigment is, hoe de dekking is en hoe ze zijn. Dus ik ga proberen om een look weer te creëren voor jullie met deze producten. En ik heb ook nog een eyeliner en een blush. Dus als je benieuwd bent, blijf dan zeker kijken. Oké, de nieuwe collectie van Catrice. Ze hebben dus bij Essence is dus Harley Quinn. En dan het vriendje van Harley is dus de Joker. En het ziet er weer heel erg mooi uit. Ik zat eerst te twijfelen om deze ook te kopen. Maar uiteindelijk heel blij dat ik dat heb gedaan. Dit is dus het eerste oogschaduwpalet van de Joker. Zoals je ziet is het zo hologram. Of noem je dat hologram? Volgens mij wel. En dat je dan in hem ziet staan. En dan zie je de letters. Dus het palet is wel echt super gaaf en mooi gedaan. Ze hebben weer hun best gedaan om iets moois ervan te creëren en iets moois ervan te maken, zoals je ook ziet. Mooi met dat paars en dat groen erbij. Ik hou ervan. En dit is de achterkant van het oogschaduwpalet. Dit is dus de voorkant. En het is een soort van kaart. Dus dat is wel leuk gedaan. Hoe ze dat hebben bedacht met die zijkant hier. Dus hij heeft details van een kaartspel. Maar als je hem dus openmaakt, is dit de binnenkant van het eerste oogschaduwpalet. En de binnenkant van deze is waanzinnig mooi. Kijk even wat een hele mooie kleuren. Er zitten heel veel paarse kleuren in. En ook een aantal groene kleuren. Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is hoe deze kleur is. Want die is dus blauwig, zie ik. Oh, een beetje blauw-groenig. Ah, dat is deze. Dat is dus Jetzer kleur. Ik dacht, nu heb ik hem wel verpest, maar dat is dus deze kleur. Ziet er heel gaaf uit. Die groene, die heb ik ook al gezien. Die ziet er ook super, super, super goed uit. Oh, kijk dan. Ik word al helemaal enthousiast. Als ik dan... Oh, wauw. Dit is een groen kleur. Zien jullie dat? Oh, wauw. Oh, wat een mooi palet. Oh. Oeh. Ik had nog niet eens de kleuren geswatcht van dit palet. Oh, wauw. Ik heb een beetje vervelend geswatcht of verkeerd. Oh, wauw. Dat is dus die paarse shimmers. Oh, wauw, wauw, wauw. Nou, ik kan je nu al vertellen dat dit dus denk ik een mooie look gaat worden. Ik weet nog niet welke kleur ik ga gebruiken. Ik denk dat ik sowieso iets met paars wil doen en iets met groen wil doen. Maar dan moet ik even kijken. Dus dit is het oogschaduwpalet, de paarse variant. En ik vind de woorden ook wel heel erg gaaf. Maniac, Acid Flower, Batman, Sneer, Lucky You, Scared Smile, Havoc, Why Is It Serious? Die is ook vet als ze die erin hebben gedaan. Twisted, heel cool. Dus dat is de paarse. Dan is er natuurlijk ook de groene variant. En de groene die moet je dan zo houden en dan zie je hem dus op de cover staan. Heel vet gedaan. Ik vind het wel echt super cool. Ja, hebben ze heel mooi en gaaf gedaan. Ja, dit is dus de binnenkant van het oogschaduwpalet. Ook weer waanzinnig mooi. Wat ik heel 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 vet vind is dat ze het andere oogschaduwpalet hebben ze haha ingegraveerd. En hier... Als je goed kijkt, oh hier bedoel ik, hebben ze het hoofd van de Joker erin gedaan. Heel cool, maar dit zijn dus de kleuren van het groene palet. Heel, heel erg mooi ook. Oké, we gaan nu dus beginnen. Ik weet dus niet per se wat ik ga maken, wat ik ga creëren. Ik heb wel een idee om iets met sterretjes te doen. Dus ik ga denk ik een sterretje opplakken en dan ga ik dan zo een soort van look creëren ermee. Wat ik ook nog heb gekocht is een paarse eyeliner. Dit is een liquid eyeliner, want ik vind paarse make-up looks vind ik altijd super mooi. Dus ik was hier wel erg benieuwd naar. Dit is dus de eyeliner. Het ziet er ook heel mooi uit qua paarse kleur.
En het is ook met een kwastje, dus dat is altijd heel fijn. En ik heb ook de liquid blush gekocht. Ik ben niet heel erg van cream producten, maar ik zag deze blush. Dacht ik, deze wil ik wel heel graag uitproberen. En de kleur wat er vanaf komt, dus het pigment, is ook echt bizar. Kijk even wat een pigment van deze blush afkomt. Waarschijnlijk is die heel erg mooi. Echt mooi. Op de achtergrond hoor je Jana weer miauwen. Nu denk ik natuurlijk wel eens van die sterren op de ogen geplakt. Wat ik wil doen, is een keer een cut crease creëren met een stervorm. Maar we gaan beginnen met een paarse kleur. Dat is deze kleur. Deze hiermee wil ik beginnen. Dat is de kleur Lucky You. En die wil ik dus eigenlijk hier. En dan wil ik dus zo. En dan ga ik ook uiteraard bij deze, bij dit oog doen. Ik wil even iets naar voren zitten. Zo. Ik zie wel eens dat mensen dan van die vormpjes gebruiken om vervolgens een ooglook te creëren. Dan denk ik, hé, ik kan dat volgens mij ook. En met make-up moet je soms zo creatief zijn, creatief denken. Dus toen dacht ik, hé, ik ga even iets proberen. Ik heb geen idee wat het een succes gaat worden. Maar als je het niet probeert, dan weet je het ook niet. Maar de eerste indruk van deze kleur is heel goed, vind ik. Het is precies dezelfde kleur in het oogschaduwpalet. Wat je dus ook hier nu op je ogen krijgt. Dat is altijd goed. De volgende kleur die ik ga gebruiken is de kleur Batman. Die is al een beetje wat paarsig. Deze is dus meer roze. Oh shit jongens, dit gaat al fout. Want ik wil hierboven helemaal geen paars hebben. Ik wil erboven roze hebben. Oh, kun je gelukkig heel makkelijk weghalen. Ik weet niet of dat iets is hoor. Wat ik hier overheen. Wat ik wel zie is dat je hem wel. Zie je wat daar gebeurt? Hij heeft er niet zoveel zin in. Ik wil hem dus er overheen doen. Dus ik wil die echt die roze kleur een beetje hier. Echt hierboven dan. En dan die paarse. Dit dan hier. Dan is het een beetje zo'n overloop. Maar ik weet niet zeker dat ik die overloop mooi vind. Of dat hij me goed pakt. We gaan proberen iets moois van creëren. Maar tot nu toe vind ik de kleur paars heel mooi. Maar ze doen iets samen wat niet echt mooi is. Ik heb het idee dat je het wegveegt. Zie je dat? Of het ligt aan mijn oog. Dat kan natuurlijk ook. Oké, normaal. Ik heb heel even het een en ander anders gedaan. Want ik was het er niet mee eens dat je dan die, hoe noem je dat? Dat je dus heel erg die sterren erin zagen. Dat vond ik echt niet mooi. Dus ik heb dat even overnieuw gedaan. Mijn hele oog. Ja, dat krijg je wel. Mijn hele oog heb ik dus opnieuw gedaan. Dan krijg je dus met opmaken. Met make-up wel. Wat ik het niet mee eens was. Hoe mijn oog. Hoe het eruit zag. Ja. Nee. Dus nu ziet het er oké uit. Maar toch merk ik dat het wel een beetje smudgy is. Maar ik wil natuurlijk wel ook shimmertjes uitproberen. Op mijn ooglid. Al deze kleuren. Deze is wel echt kicken, hè. Die is niet normaal mooi. En deze is ook een groen. Oh, die is ook heel mooi. Altijd even moeilijk dan. Welke kies je? Want ik wil een kleur, ben ik dus over dat paarse doen naar boven. Ik weet niet zo goed welke. Maar daar komen we zo meteen samen achter. Ik ga eerst beginnen even bij die groenkleur. Of dat het deze mooi is voor hier. Kijken of dat die iets doet namelijk. En als die niks doet, dan is dat ook helemaal prima. Hij doet wel iets.
Ja, hij doet wel iets, dat wel. Wat ik wel ga doen is... Misschien moet ik maar gewoon... Was het deze ook weer van kleur? Ik wil wel die groene shimmers gebruiken. Want die vind ik wel echt heel erg mooi. Dus we gaan er wel iets van proberen te... Ja, die groene shimmers zijn wel echt heel erg mooi. Ja, wauw. Dit is dan de shimmer. Een combinatie van de groene palet en het rode en het paarse palet. Dus ik doe ze eigenlijk allebei over elkaar. Om dit zo een beetje te maken. Te creëren. Er zit natuurlijk nog een groene kleur in. Dus misschien dat ik... Dat is op zich wel heel mooi, denk ik. Dan moet ik ook weer een heel kleine brush hebben. Ik kan natuurlijk dan die groene kleur misschien... Hier... Ik ben wel tevreden over te spreken over de groene kleur, moet ik zeggen. Ik ben minder te spreken over de roze, paarse. Misschien komt het ook wel door een combinatie van of iets, maar heel gek. Die pakt hij gewoon niet mooi. Maar nu wil ik dus die eyeliner uitproberen. Want die eyeliner is dus paars, zoals dus deze. Ik ben hier super, super benieuwd naar hoe die is. Ik hoop... Oh, er zit een kwastje aan, dus dan kun je altijd wel heel mooi een lijn maken, vind ik altijd. Maar ja, wil ik dan gewoon een eyelinerlijn zo tekenen? Dus dit. Tot dit dan. De eyeliner is voor nu wel heel erg mooi, moet ik eerlijk zeggen. De kleur is wel echt super goed. Oké, wat ik nu ga doen is even mascara opdoen en foundation en al dat soort dingetjes. En dan gaan we even nog kijken wat ik nog eventueel mis of wat ik nog eventueel mijn ogen moet doen om het mooi te maken. Dus tot zo. Oké, zoals je ziet heb ik heel even een blouseje gedaan, oorbellen in gedaan, wimpers, dat soort gekkigheid. Maar we moeten nog onder mijn ogen moeten we nog het een en ander doen. En we moeten natuurlijk nog een blush uitproberen. Maar we gaan eerst onder mijn ogen nog een kleur aanbrengen. Want anders is dat ook niet af. En dan moet het natuurlijk wel... Ik denk dat ik aan de onderkant groen ga doen. Omdat ik aan de onderkant niet zo heel veel groen heb qua kleur. En dan zie je dat iets mooier terug. Want je ziet natuurlijk aan de bovenkant heel veel paars. En dan lijkt het wel leuk om dan aan de onderkant te werken met groen. Dus zo. Maar het lijkt me wel eigenlijk leuk om iets met een shimmertje te doen bij het begin van mijn ooglid. Ik pak een heel, heel, heel klein penseeltje. Dan gaan we even kijken wat ik kan doen qua eventueel een shimmer. Deze is wel heel, heel klein. Toch maar eventjes deze pakken. Weet je wat altijd rot is? Als je dan met shimmers werkt en je hebt al foundation op, dan krijg je dus van dat heftige effect dat je alles laat vallen, dat alles op je make-up komt. En dat heb ik dus nu, zoals je ziet. En dan heb ik nog niet eens een highlight op. Moet je nagaan. Nu wil ik dus mascara opdoen. Maar ik wil daar overheen. Lijkt het me dus cool. Dat ik dus met die eyeliner. Ik wil dus eigenlijk met die paarse eyeliner over de mascara heen. Zodat het een beetje lijkt alsof ik paarse mascara heb.
Dat hoef ik natuurlijk niet heel extreem. Maar ik vond het wel grappig eigenlijk om dat zo te doen. Oké, we laten even de ogen hierbij. Wat ik nu al ga doen is deze nieuwe blush uitproberen. Dit is dus de blush. Heel mooi. Ik denk dat die onwijs gepigmenteerd is. Dus ik wil wel rustig... Breng ik even hier twee stipjes aan. Oh, daar is meer. En dan ga ik wel heel voorzichtig de blush een beetje uitblenden. Oeh. Maak ik even draaiende bewegingen. Oh, deze is gepigmenteerd. Wow. Wauw. Dit is heel, heel erg gepigmenteerd. Deze blush. Eerste indruk van deze blush. Je kan hem heel makkelijk uitblenden. Zoals je ziet. En ik heb ook het idee dat je hem kan opbouwen. Ik heb hier natuurlijk geen blush. Iets meer. Hier, je ziet dat je hem steeds meer kan blenden en kan blenden. Dus hij blendt wel heel erg fijn uit. Ik heb ook alvast onder mijn ogen alles gecreased. En ondanks dat wordt hij wel heel mooi. Dus dat is wel nice. Ja. Oké. Dit ziet er heel erg mooi en goed uit als ik heel eerlijk ben. Ik ben onder de indruk. Dan gaan we even als laatste highlight aanbrengen. En dan zijn we echt klaar met alles. Want we hebben veel opgedaan. Even een highlightertje. Mocht je willen weten welke highlighter dit is. Deze is van de Essence Harley collectie. Die is mooi, zoals je ziet. Heel mooi. Echt waanzinnig. Dat is deze. En ik heb het idee dat deze video van de hak op de tak gaat. Maar dat komt omdat mijn ooglook in het begin niet helemaal ging zoals ik wilde. En dan... dan wordt hij naar mijn idee, werd hij een beetje warrig. Video, maar... We zijn tot een... resultaat gekomen, dat is het belangrijkste. Ja, we zijn nu klaar. We hebben nu alles uitgeprobeerd wat we wilden uitproberen. We gaan heel even dit paarse oogschaduwpalet beoordelen. Ik moet zeggen dat ik deze groene shimmer heel erg mooi vind. Deze vind ik ook heel mooi. Die heb ik ook gebruikt. Die heb ik op mijn onder mijn wenkbrauwbot aangebracht. Deze is heel mooi en die is heel mooi qua kleur. Goed gepigmenteerd. Maar wat er dus gebeurde toen ik deze kleur en die kleur met elkaar combineerde, kreeg je een soort van vegen heel erg erop. Waardoor ik dus wel echt mijn make-up helemaal af moest halen. Want ik vond het gewoon niet mooi. Dus dat vind ik wel wat minder. Uiteindelijk is het denk ik wel goed gekomen als ik het zo zie. Want ik heb dan daar overheen die chrome shimmer erop gedaan. Deze. Waardoor het wat mooie effecten kreeg. Maar het was wel even puzzelen als ik heel eerlijk ben. Maar de kleuren zijn wel heel erg goed van dit palet. Als we dan naar dit palet gaan, de groene variant, is deze shimmer echt wauw. Deze kleur wauw, die kleur wauw, die kleur wauw. Die andere heb ik eigenlijk nog niet geprobeerd. Maar ik denk dat die ook super goed zijn. Dus de shimmers in deze paletten zijn echt waanzinnig goed en waanzinnig mooi. Dus dat kan ik echt, dat kan ik zeker jullie aanbevelen. Dat ik denk, ja, dat zijn wel hele mooie shimmers. Ik zal ze ook even nog swatchen voor jullie. Dit zijn dus de shimmers uit het groene palet, onder andere. Wel heel mooi, zoals jullie ook kunnen zien. Ik hou hier altijd wel van. Ik vind het altijd wel mooi. En de look maakt toch wel iets meer af als je shimmers op hebt en dat soort dingen. Dan, wat hebben we nog meer? De matte kleur heb ik dus deze keer niet gebruikt. Alleen die dan. En die is wel echt super goed. En heel mooi krijg je die ook erop. Dus daar ben ik ook zeer tevreden over. Dan de eyeliner. De eyeliner is heel fijn en prettig in gebruik. Want het heeft zo'n kwastje wat heel erg fijn, heel flexibel is. En wat lekker meebeweegt. Dus
Die is wel echt top, moet ik heel eerlijk bekennen. Ja, dus dat werkt allemaal heel fijn en prettig mee. En als laatste heb ik dus de blush uitgeprobeerd. Nou, dat is dus het effect wat je krijgt met de blush. Ik vind het heel mooi en heel subtiel. Ik denk wel dat je hem ook op kan bouwen. Maar ik dacht, ik moet het niet te veel blush op gaan doen. Want anders wordt het too much. En dat willen we natuurlijk ook niet. Maar als je zag, bracht ik 3 lichte puntjes aan. En ik blende hem uit met een brush. En dat werd super mooi. En ondanks dat ik daar onder een cream product, een matte product onder heb zitten, doet het heel goed in combinatie. Dus ik ben tevreden. We gaan nog heel even inzoomen op mijn ogen. Dan kun je nu van dichtbij nog bekijken hoe het eruit ziet. Oké, dit is dus de ooglook van dichtbij. Zoals je ziet heb ik er iets proberen van te maken. Je ziet heel veel groene shimmers, groene glitters. Je ziet ook daarboven in mijn wenkbrauwbol zie je dus die groenkleur die ik heb gebruikt. Om het toch wat mooier te blenden met elkaar. Dat je wat samen een mooi effect krijgt. Dus dat vind ik wel wat beter. Nou, die eyeliner die is super goed zoals je hier ziet. Is heel sterk. Ja, die groene shimmers zijn ook echt waanzinnig goed. Dus ik moet zeggen, al met al ben ik wel heel erg blij met het oogschaduwpalet. Het ziet er wel echt super tof uit. Dus ik vind het wel echt een hele mooie en hele gave collectie. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze twee heb gekocht. Ze hebben ook deze keer ook met 2 paletten uitgebracht in een collectie. Dus soms heb je wel eens meerdere paletten in een collectie. Dat is nu dus deze 2. Ja, dan gaan we nu eigenlijk de video afsluiten. Want dit was alweer de eerste indruk. Ik heb in de tussentijd heb ik ook al de Seeking Flowers collectie. Dus die ga ik ook zeker voor jullie testen in een video. Dus als je benieuwd bent, dan moet je zeker op mijn kanaal blijven kijken. En ook zeker abonneren op mijn kanaal. Dus onwijs bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. En de volgende keer staat weer het leukste voor jullie klaar. Doei doei!